Aldi Meidam is 59 jaar, getrouwd, woont in Horen en is gevraagd om hier gedurende maximaal 8 maanden als waarnemend burgemeester te gaan opereren. En daar heb ik heel erg veel zin in. Ik ben hiervoor algemeen directeur geweest van het Interprovinciaal Overleg, de gezamenlijke provincies. Dat is de belangenbehartigingsorganisatie van de provincies in Nederland. We zijn bezig om te zorgen dat we voor alle provinciebesturen de belangen behartigen in Den Haag en in Brussel. En we proberen daarbij ook de samenwerking te optimaliseren. Ik hoop in de komende 8 maanden voor Lelystad te kunnen helpen bij al datgene wat er in deze stad speelt. Jullie hebben zo verschrikkelijk veel op de rol staan dat het moeilijk zal zijn om me met alle dossiers te gaan bemoeien. Maar ik wil gewoon kijken waar kan ik nou behulpzaam zijn aan het werk van de raad, aan het werk van het college, aan de zorg voor de ziekenzorg in Lelystad, aan de ontwikkelingen rondom het vliegveld, aan het plan om Lelystad op een next level, op een hoger niveau te gaan brengen met elkaar. Maar het zullen allemaal natuurlijk stapjes zijn voor zover de tijd het toelaat. Als medewerkers kennis met me willen maken, ben ik daar alleen maar erg blij om. Want voor je het weet zit je als burgemeester onder een soort glazen stolp en dan zie je helemaal niemand meer. Maar het zal wel een beetje op afspraak moeten. Een beetje zoals je vroeger naar de tandarts ging en dan in de wachtkamer moest wachten tot je aan de beurt bent. Maar ik zal proberen om met zoveel mogelijk mensen te praten. Al was het alleen maar omdat ik dat een van de leuke kanten van dit werk vind. Het feit dat je zoveel mensen ontmoet en iedere keer weer wat nieuws en wat verrassends leert. Ik word heel blij als dingen die ik tegenkom en die niet lopen zoals ik zou willen dat ze lopen, uiteindelijk verbeteren. Ik vind een van de leuke dingen in het openbaar bestuur dat iedereen heeft overal opvattingen over. En dat zeggen we op de tennisclub en in de kroeg. En in het openbaar bestuur heb je de mogelijkheid om echt dingen te veranderen. En dat is voor mij een van de leukste ambities om met dit werk bezig te zijn. Ik heb een verschrikkelijke hekel aan mensen die kletsen om het kletsen. Dus als je met elkaar zo'n beetje aan het neuzelen bent over allerlei dingen en aan het eind van de dag denk je, ja, wat hebben we nou aan resultaten bereikt? Dus ik vind het prachtig om argumenten uit te wisselen. Het is goed om elkaar te voelen en te toetsen op de hardheid van je argumenten. Maar uiteindelijk doen we het om de stad beter te maken. Als we dat met elkaar kunnen bereiken, dan doen we mooie dingen voor Lelystad.